Twee rensters kiezen na een studieronde het hazenpad. Giorgia Vettorello, een Italiaanse, en de Nederlandse Van der Molen. Al moet Van der Molen even harken om het wiel te houden. Ze bouwen een voorsprong van een minuut uit op het peloton, hier in actie op de kasseien van de Puttenstraat in Tieltwingen. De twee vluchters werken wel goed samen, maar een duo is te weinig om het echt lang vol te houden. Het peloton slingert zich door de haakse bochten van de Hagelandse wegen en halveert de kloof al snel. Met nog een goede 60 kilometer te gaan is alles te herdoen. Royster dicht het laatste gaatje. SD Works neemt de koers ook in handen. Het peloton wordt meteen gehalveerd. De grote kanonnen schuiven dan naar voren op een van de cruciale punten. We herkennen op de kasseien aan de kerk in Molenbeek links Puk Pietersen. Heel knap is dat van Pietersen. Rechts Lorena Wiebes en dan Consonni die overneemt. Acht leiders levert die beklimming op. Schoon volk met Bastianelli, Consonni, Makai, De Zoete, Pietersen, Wiebes en haar ploegmaats Uneken en Marcus. Ze nemen een halve minuut. Onder impuls van de zusjes Bakstedt, hier zo weer vooraan, komt er even later wel een grote groep terug. Met nog een uurtje koers voor de boeg komt er een nieuwe aanval van Arianna Fidanza. Eind januari al gewonnen in Almeria en in het roze Allison Jackson. Het peloton laat de Italiaanse en de Canadese voorlopig begaan. Jackson moet wel wat opgepept worden. Ze nemen in geen tijd een minuut, al dan niet met dank aan de steun langs de kant. SD Works controleert op kop van de grote groep en komt terug tot amper 17 seconden. Maar verandert het geweer dan van schouder, plots staat er weer 1 minuut 40 op de chrono. Fidanza gooit Jackson ondertussen overboord, opnieuw op de Kerkstraat is dit in Molenbeek. In het peloton leidt Makai de dans voor Wiebes en even verderop Pietersen. Maar groot is het gat niet dat Fidanza maakte, met twee is de kans groter om het uit te zingen. Wiebes heeft in de achtervolgende groep nog drie ploegmaats om het gat te dichten. Op de Roeselberg is het duidelijk dat de leiders het niet gaan volhouden. En op de Kiekebosstraat zijn ze er inderdaad ook aan voor de moeite en is de vraag wie Wiebes gaat kloppen in de sprint of nog iets durft proberen. Floortje Makai misschien, ze heeft al sinds een gaatje. SD Works moet vol aan de bak op minder dan 5 kilometer. Al lijkt het Mission Impossible, Royster en co. houden Makai binnen schot. De roze trein dendert met de slotkilometer in zicht over de Nederlandse en dus krijgen we de verwachte sprint op de Rillaarseweg. Daar komt Wiebes. Wiebes is los. Paternoster is er ook bij. Cordora Gol, die komt ook nog aandringen, maar staat natuurlijk geen maat op Lorena Wiebes. Die wint voor Bastianelli en Cordora Gol. Gisteren Kopecky, vandaag Wiebes. Een perfect Vlaams openingsweekend dus voor SD Works. Fidanza wordt nog vierde, Julie de Wilde zevende.